collectie van de Provinciale Atlas spreekt mij bijzonder aan, omdat het in allerlei tekeningen en in prenten en kaarten een beeld geeft van de ontwikkeling van Noord-Holland vanaf de 16e eeuw. We noemen het een atlas, maar in feite is een atlas een collectie met beeldmateriaal, foto's, kaarten, prenten, tekeningen, plattegronden, dia's, die een beeld geven van de topografie, van het aanzien van een hele provincie. Nou, de kunsthistorische waarde van de atlas is groot, want belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van Noord-Holland zijn vastgelegd op vaak bijzondere en ook vaak kleurrijke prenten. En er zitten bijzonder fraaie stukken allemaal tussen en zeldzame stukken. En dat geeft gewoon een goed inzicht hoe deze provincie zich heeft ontwikkeld. In Nederland zijn er maar een paar provincies die een hele bijzondere topografische atlascollectie hebben. En Noord-Holland is daarvan een van de toppertjes.